Maandenlang werd er gebrainstormd, gelobbyd en gestemd. Maar vrijdagavond werden dan eindelijk de winnaars van het project Langs de Waal gepresenteerd. Wethouder Bert Veldhuis maakte in de Termionne Lent bekend wie de juryprijs gewonnen had en wie het publiek als favoriet zag. De jury koos voor een uitkijkpunt in de vorm van een Romeinse gezichtshelm van maker Andreas Hetveld. Het publiek koos voor strandpaviljoen De Inlaat van Macrohek.